Weer of geen weer. Viskotter HD36 wilde vandaag per se lossen bij visafslag Den Helder. Daarvoor moest het alleen wel zomerstorm Francis trotseren. En dat leverde spectaculaire beelden op. Gejaardig tekeer. Dat was niet gezond, zeg maar. Nee, vertel, hoe hoog waren bijvoorbeeld de golven? Ja, ongeveer 4 meter hoog waren ze. Dat zat wel dik aan te komen. Windkracht 9, recht op de kop. Ook niet dwars. Of, als je mee hebt, dan valt alles mee. Maar we hadden nou alles tegen, deze reis. De kotter had gepland om na een week vissen op de Noordzee vandaag terug te keren. Heb je een paar keer getwijfeld of dat een goede keuze was? Nee. Nou, we weten wat dat schip kan. En dus geen probleem. Dus dit was eigenlijk nog een peulenschil? Nou, nee. Het was gerust wel heftig natuurlijk. Dus het is niet, je hoeft het niet te onderschatten. Elke zeker een verkeerd feestje natuurlijk. Toen de vissers dichter bij Den Helder kwamen, keken zelfs de vogelspotters door de kijkers om het schip in actie te zien. Al is volgens de vissers zelf zo'n storm trotseren gewoon deel van het werk. Nee, ja, het is mijn werk. Het is mijn baan, dus ik moet. Je bent visserman of je bent het niet. Ja, dan hoort dat erbij. Eenmaal aangekomen bij de visafslag bleek echter wel dat niet alles de haven had gehaald. Ja, een half mand vol met hele zware ketting en die is er toch afgeslagen op een of andere manier. Ja, je hoort van alles natuurlijk. Alles kraakt en doet en dat hebben we totaal niet gemerkt. Maar die mand kan de vissers na zo'n storm gestolen worden. Op naar huis, al zal daar niet uitgebreid over de reis worden nagesproken. Mijn moeder hoeft niet zoveel te weten. Wordt ze zenuwachtig. Dan zit ze de volgende keer met geknepen binnen thuis. Ja, dat denk ik wel. Vooral omdat ik vaar met mijn vader en met mijn broer. Als we alle drie weg zijn, dan dat vindt ze niet zo prettig.